Je hebt het correct gezien. We zijn inmiddels aanbeland bij iets dat zich toch moet voordoen als de 10e aflevering van de beste, doch meest zinloze podcast van Vlaanderen. Zet je alvast schrap als je meer wilt weten over naakte BV's, Vivaldi en de loodzware portefeuille van Jeff Bezos. Verder vragen we ons af hoe het nu eigenlijk nog zal zijn met Bart de Pauw en hopen we dat je er toch iets van opsteekt. Of niet, want dat is eigenlijk om eerlijk te zijn niet ons probleem. Welkom bij Op de Pot. Welkom, 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 liefste luisteraars, bij inmiddels een nieuwe aflevering van Op de Pot. Voor de nieuwe luisteraars, wie zijn wij en wat doen we? Wel, wat wij doen is eigenlijk jullie voorzien van ongepaste antwoorden op vooral oninteressante vragen. En wie we zijn ligt denk ik iets moeilijker, maar ik zal alvast een gooi ernaar doen. Bij mij zitten van oudsher Bart van den Perk en Nick de Houwer. Hey, dat zal wel zijn. Hallo. Dag, hallo. Dag Bart, hoe was het om terug naar school te moeten gaan? Moeilijk, hè? Moeilijk. Nee, ik ben blij eigenlijk. Het is niet altijd even evident met alle mondmaskers en restricties, maar het weer is mooi, dus we zitten veel buiten met de leerlingen. Les in open lucht, dat is wel echt oprecht plezant. Het is afwachten. Ook het aantal zieken in de school valt tot hiertoe redelijk mee, want het is wel zo een glass cannon gevoel, want als er twee leerlingen in een klas positief testen, dan moet die klas in quarantaine en moeten alle leerkrachten die les geven aan die klas in quarantaine. En ja, dat zijn 12 leerkrachten gemiddeld per klas, dus dat valt niet op te vangen door een lerarenkorps van 40 man. Dus dan liggen wij heel snel plat, maar dat is hiertoe nog niet het geval, dus ik hoop dat we dat een beetje volhouden. Ik zou zeggen hout vasthouden, maar deze tafel is zelfs zo goedkoop dat ik denk dat er nog geen hout in heeft gelegen. Zijn er kindjes die zijn getest, positief zijn getest bij u? Ik heb een leerling in mijn klas, die is nog niet op school geweest. Die kwam terug uit Albanië en die heeft een positieve test afgelegd. Gelukkig zonder symptomen, maar dat ze afwachten tot hij terug naar school... voordat hij naar school mag, de eerste keer. Zal u leren om les te geven aan Albanië? dus ja, wederom, hou vol corona, het bier, niet het virus. Shitty throwback. Maar de kindjes die kunnen er wel mee overweg zelf. Die zijn niet al te stout. Kinderen kunnen met niks overweg, maar dat is een ander puntje voor een andere dag. Ja, als ze dan toch over stoute kindjes hebben. Ja. Nick. Hallo. Hoe vlot het bij u? Ik heb je kaart onderbroken, Bert. Hoe vlot het met mij? Best oké. Ik voel me goed. Ik voel me eigenlijk dat, echt dat goed. Dat is al direct een leugen, niet? Ik vind u wel... Ik heb u nog nooit zoveel weten zagen als de afgelopen twee weken. Ja. Ik vind u nu al opvallender dan normaal. En ja, dat is meestal al echt schrijnend. Maar dat heeft echt iets te maken met het feit dat hij een soort onesie poncho aan heeft waar pizza slices op staan en langs binnen wit bont. Ik ben echt kapot aan het gaan van de warmte, maar ik zit met een airco gewoon een beetje frisser nu. Dus ik hoop dat Gollum met je t-shirt er goed tegen kunt. Heel vriendelijk wel, dan ben ik morgen ziek. Ja. En dan is mijn weerstand voor corona al direct weg. Maar ik ben vooral een klein beetje meer verbaasd over het feit dat je dat überhaupt ergens kunt vinden. Ik ben aan het primen voor mijn flush, maar ik weet nu al dat deze mij heel hard gaat spijten over een paar minuten, want die trui is verschrikkelijk warm. Dus jij hebt iets super warm aan, want het is een kerstponcho precies. Voor over een uur, want de flush is echt helemaal op tijd. Ja, correct. Maar het is natuurlijk ook wel pech dat deze een speciale 10e aflevering is. Nou, de kleur van juist, dat heb ik nog niet gezegd. Ik heb echt wel goesting om die aflevering te rekken. Ik kan misschien heel traag beginnen spreken. Ik wil even aan de luisteraars thuis. Is het echt 2 uur? Want nee, ze kunnen dat zien op hoe lang dat de aflevering duurt. Maar we hebben ook geen klok lopen voor de verandering. Dus we weten het echt niet. Ja, ik kan het hier in het klein zien. Nee, goed. Voor de rest gaat het heel goed met mij, vind ik. Er gebeuren zoals af en toe wat werkjes aan mijn huis en soms mislukken die werkjes en soms niet. Dus dat is echt goed. Ik voel me kalm. Ja, ik zal... En jij, Arend. Ja, voor mij. Ja. Bij mij is alles oké. Okay, ik heb niks te klagen voor een keer, dus ik hoop dat dat snel verandert, want anders wordt dat maar een droeve boel. Dat is juist. Nee, ik sta een beetje in voor mijn eigen mentale gezondheid, dus ik doe voorlopig niet mee aan de deprimerende kijk op de zelfkant van de maatschappij. Dus dat laat ik dan aan jullie over. Hè. Zijn er nog merkwaardige dingen gebeurd op Twitter dat jullie in het oog zien? Anouna de Wever heeft gezegd, ik voel mij als Belg schaam ik mij over die hele kwestie van dat we maar 12 vluchtelingen uit dat kamp gaan halen. En ze maakt een heel goed punt, alleen schrijft ze Belg met een kleine letter. Was dat geen waarover dat ging? Ja. Fuck Bert. Dan zijn die hele slimme, stomme kutopmerkingen over, schrijft België met hoofdletter wat minder klimaatspijbelen aan Oena, zijn dan heel snel gemaakt. Hè. Maar dan denk dus ik dat jullie de winter veel geklimaatspijbeld heeft vroeger. Ja, hè? Want als je elke tweet zou moeten... Voilà.
wegcijferen als er een spelfout in staat, dan hoor je dat er zeer veel. Nee, maar dat gebeurt wel. Hè. Ja, natuurlijk. Dat is de gemakkelijkste manier om iets weg te cijferen inhoudelijk, dat is de spelchecken. Onmiddellijk. Maar ik denk, als we iedereen met schrijfhouden van Twitter moeten gaan halen, dat er nog maar 10 mensen. Dat zou wel een goede oplossing zijn, want dan kunnen we pas gehoord worden. Dan zou Theo Franke veel schrijfhouten maken. Dat valt goed mee. Oh, shit. Dus helaas is een inhoud dan weer erbarmelijk. Ja. Maar je kunt niet alles hebben, zeg ik altijd. Het is het een of het ander. Voilà. Ja, kijk, onze levens kunnen natuurlijk maar slechts beperkt interessant blijven. Dus om onze eindeloze honger te stillen, moeten we toch maar eens een keer een kijkje gaan nemen in de rest van de wereld. En daarom gaan we dus over naar de jazet op het toilet. In de jazet op het toilet praten we over alles, niets belangrijke dingen en triviale zaken, maar vooral dingen die ons als nieuwswaardige feiten in het oog zijn gesprongen. In onze recensies wordt hier vaak naar verwezen als beter dan chemo, en dat dragen we dan ook hoog in het vaandel, net als onze accurate en actuele updates. Dat is ook het enige dat je over onze podcast kunt zeggen. Nu, ik ga eerlijk zijn, ik ga de spits afbijten. Okay. En ik kan iets aanhalen waar ik een klein beetje van ben geschrokken. Ik zeg een klein beetje, want net zoals mijn blik meestal doet vermoeden, ben ik nog van weinig onder de indruk. Dat is juist. Dus, Trump, beunhaas van dienst, is vorige week genomineerd geweest voor de Nobelprijs van de Vrede. Mm-hmm. Nou, kijk eens aan. Ja. Iedereen met twee hersencellen moet toch wel iets van verontwaardigde reactie hebben, maar we zijn precies allemaal goed ontzenuwd als het op dat aankomt. Ja. Dus het is ook geen grap. Hè. Trump is echt genomineerd geweest voor de Nobelprijs van de Vrede. We moeten er wel wat extra details over kwijt, want aan zich is het ook niet zo'n big deal. En wel hierom. Om genomineerd te worden voor een Nobelprijs, moet je een nominatie krijgen van mensen die mogen geven. En dat zijn dan duizenden mensen. Dat gaat dan van academici tot wetenschappers, parlementsleden en laureaten die van de vorige jaren hebben gewonnen. En het Noors Nobel Instituut wordt dan ook verplicht om alle nominaties te aanvaarden. En de winnaar wordt dan gekozen, na x aantal tijd, door een team van 5 mensen dat beslist wie dat er uiteindelijk wint. Claire. Goed, hè? Enkel de Nobelprijs voor de Vrede is dan in Oslo en de rest wordt in Zweden uitgereikt. Right. Trump is een van die mensen die daarvoor de Nobelprijs van de Vrede is genomineerd geweest. Mm-hmm. En dat is dan ook gebeurd door... Ik kan fouten maken, maar dat is... Koen Wouters van Clouseau. Nou, ik denk niet dat hij invloedrijk genoeg is om ook maar iets te doen. Die geeft toch iedereen een Nobelprijs? Oké, dat is voor een andere keer. Dus Trump is genomineerd geweest door Christian Turbing-Jedde, een Noors parlementslid dat... De crisis? Ja, dare I say it, extreem rechts is. Hè, maar dat, was al, dat was al duidelijk. De Donald van de Scandinavië eigenlijk. Ja. Waarschijnlijk dan. Ik ken die mensen niet meer. Ja, dan iets minder succesvol, denk ik. Ouch. Ja. Nu, dat is blijkbaar genoeg om toch in die lijst opgenomen te worden en er naar verwezen te worden bij de laureaten. Nu, wat vinden jullie daarvan? Sinds dat Barack Obama een Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, neem ik het concept niet meer serieus. Maar dat heeft ook te maken met dat ik ouder word en dus gewoon begrijp dat het concept niet serieus te nemen valt. Maar voor iemand die dat van 2 oorlogen 7 kan maken binnen een ambtstermijn, vind ik het grappig dat iemand een Nobelprijs moet krijgen. Voor de vrede dan, uiteraard. Dat is wel een verdienste, laat ons dat niet... Dat is een verdienste, richting vrede. Voilà, dat is niet echt de gepaste prijs. Nee. Dat is compleet cynisch, alles is compleet cynisch, de wereld is compleet cynisch, dus ik vind het prachtig dat die mens genomineerd wordt op dit moment. Maar ik wil wel zeggen, zijn avances binnen het... Want het ging niet over het Noord-Koreaans probleem, toch? Het ging over het Midden-Oosten probleem. Dat is ironisch, want dat heeft hem compleet verkracht, dat probleem. Maar het Noord-Korea, het Noord- en Zuid-Korea-concept is wel verbeterd binnen Trump en deels door Trump. En dat vind ik wel dat te vaak niet erkend wordt. Daar wil ik eventueel wel om strijden. Omdat er inderdaad, hij van de eerste presidenten was, dat er dan een gesprek is aangegaan met de Noord-Koreaanse leider. Dat heeft wel vooral Zuid-Korea geweest die vredesgesprekken heeft voortgezet. Maar, het initiatief is blijven nemen. Maar Trump heeft daar wel als Amerikaanse president een belangrijke eerste... Oké, dat was puur om contraire te doen, daar gaat het niet over. Ja. Maar het resultaat is er wel. Die mens is compleet niet capabel om iets...
bewust te doen op geopolitiek vlak, dat er nou goede of slechte resultaten gaat hebben. Die doet alles impulsief. Dus in mijn ogen moet je niet omwille van een tactisch concept of zo een prijs krijgen, maar de resultaten in Korea zijn er wel even naar geweest, nu niet meer, want het is terug verwaterd. Ja, het is maar heel even geweest. Ja, zeker, maar dat zet wel op het goede spoor. Ik denk dat Trump daar een factor in was. Ja. Maar ja, is het ook niet heel weinig impactvol, want hij heeft die nominatie gehad, maar de mensen die beslissen gaan wel zeggen, hey, goeie grap geweest. Die heeft één nominatie gekregen en dat wil eigenlijk niks zeggen. Hè. Dan wordt hij gewoon dus mee op zijn geschoven. Dat moet vermeld worden, want dat is maar, zo, maar oké. Okay. Maar het haalt natuurlijk wel veel pers en dat is wel uiteraard typisch. Hè. Nee, ik vond het zelf dus een beetje gek, en ermee dat ik er iets wat verder over wou lezen. Nu, ik heb wel met die informatie in mijn achterhoofd mijn eigen lijst gemaakt. Met laureaten die dat ik graag toch ook wil zien verschijnen. Ja. En ik kan ze proberen per categorie zo wat af te werken. Voor de Nobelprijs Natuurkunde wil ik graag mijn nominatie uitbrengen aan Kyrie Irving. Een Amerikaanse basketballer hij stellig gelooft dat de aarde nog altijd plat is. Is ook zo. Dat zijn gedurfde uitspraken die dat ik toch van vind dat we dat moeten beginnen accepteren. En toch eens een keer naar kijken. Terug accepteren, hè. Ik vind dat alles vind dat komt sterk. Terug. Mode uit de jaren 80. En die kan goed basketten, die flat mensen. Dus als hij dat zegt, zal dat wel... Ah ja, come on. Dat is juist. Sommige andere basketters die zitten een luipaardpatroon in hun kapsel. Ja, voilà. Of die maken een Space Jam film, of die proberen die nog eens te maken naar die. Ja. Voor de... Of die ster storten neer met een helikopter. Ah, ja, juist. Ah. Ah. Ja, sorry. Voor de Nobelprijs Scheikunde. Ja. Iemand met een Belgische oorsprong. Allee, geen oorsprong, maar dat we toch wel hier zeker aan België kunnen linken. Dirk Vreemuid. Catchley. Nee, het is iemand dat we eigenlijk vergeten zijn. En ik vind dat we er... Donat de Riemaker. Nee. Andras Pandy. Andras Pandy, de simpele dominee van Hongaarse afkomst, die toch baanbrekend werk wist te leveren met zijn onderzoek naar het oplossen van familieleden in zuur. En hopla, we zijn ongeveer een 9 minuten ver en Nick heeft al zijn trui uitgenodigd. De flash is te ver weg. Plooier. Ja. Plooier. Ja. Daarover later meer, sorry, luister. Als je me maar kan onderbreken, hè. Arend. Ja, en dat is belangrijk. Met woorden denk ik wel met daden. Nee. Dus ja, Andras Pandy vond ik een heel sterke nominatie. Alex Jones wou ik ook een ere-nominatie geven met zijn geloof in chemtrails. Turn the freaking frogs gay! En het inderdaad, het turning the frogs gay. Voor de Nobelprijs voor de geneeskunde, korte vermelding voor Jeff Hoijbergs, met zijn onmiskenbaar talent als plastisch chirurg. Springt hij toch ook maar graag op de kar voor de gewone mens, want vrouwen zijn uiteindelijk maar een product. Sterke uitlatingen van een sterk persoon. Dat is het enige dat er gezegd moet worden. Voor de Nobelprijs voor literatuur ga ik iets breder. Hier wil ik graag het meeste deel van de mensen met een column in de Standaard bedanken. En daar dan ook voor nomineren. Het is cruciaal dat we in onze samenleving af en toe genieten van sterke woorden en flauwe, ongegronde vragen naar meer dialoog in Vlaanderen over onderwerp X of Y. Om dan toch maar gewoon te kunnen zeggen dat je weer al met je rotsmoel in de gazet bent geweest. Dat is juist. Ik vind dat belangrijk. Mm-hmm. Dat is waar, daar dient dat voor. En dan de prijs voor de Zweedse Rijksbank voor Economie. En dat is eigenlijk veel gezegd, maar dat is gewoon de Nobelprijs voor de Economie. Mm-hmm. Wil ik hier graag mijn nominatie uitsturen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat er, in zijn geheel, dat er met de Brexit in is geslaagd om zich in een economisch unieke positie te zetten. Waar het toch voor het eerst al proberen om volledig op zichzelf te draaien en zo een schoolvoorbeeld te worden van een land in compleet verval. Ik wil ze danken voor die opoffering. En, bijdragen aan de economische wetenschap. En, er moet iemand in de eerste wereld het eerste derde wereldland worden. Dat klopt. Boris Johnson beat zich aan. En dan als laatste, als het aankomt op mijn eigen persoonlijke... Is er nog een Nobelprijs? De laatste. De Nobelprijs voor de vrede. Wil ik naast Trump nog andere mensen bedenken. Zoals Pol Pot, Poetin, Genghis Khan, ISIS hebben ook goede werk geleverd. En als laatste Donat de Riemaker. Ah, perfect. En... Ik ken u zo heel goed. Als laatste, mijn laatste voorstel voor heel de
heel de instituut zelf een nieuwe categorie. Hè? Als ik mijn vorige laureaten mee in gedachten hou. De Nobelprijs voor de muziek. En die mag voor mij dit jaar naar niemand minder dan Nick de Houwer. Eyo, ik dacht Reggie. Maar goed. Maar die is niet tweede geworden. Ja, maar Reggie heeft tenminste het Rad van Fortuin theme song. Ja, fijn, dankjewel Arend. Ik neem graag in ontvangst, want er zijn volgens mij geen ander mensen. Maar ja, krijg je er een miljoen voor of kost dat iets? Ik moet dat wel helemaal naar Zweden. Dat zullen we nog wel zien. Ik stuur wel mijn katje Lien naar Zweden, vrees ik. Maar, ja. Nee, kijk, dat was mijn nieuwtje eigenlijk voor vandaag. Nick, ik heb de indruk dat jij cynische wereld heel interessant mee hebt. Ja, het is goed dat jij zo over het cynische van het geopolitieke en zo al hebt gehad. Dat jij eens een keer vrolijk kunt dat doen. Ik inderdaad eens een keer een beetje luchtiger, want ik pak het meestal zo wat breed aan en zo wat, we moeten oppassen voor we gaan er allemaal dat was dan nog het minst schrijnende. Maar ik wou het met jullie nog eens even hebben over Bart de Pauw. Bart de Pauw. Inmiddels is die zaak bijna 3 jaar oud, geloof het of niet. 3 jaar? Ja, het gaat snel. Oh, shit. Dat precies max 1,5 jaar. Dat lijkt zo, maar dat is echt dus blijkbaar bijna 3 jaar. Is dat corona tussen? Ja, inderdaad. Nog. Dat is wel zo. Yep. Waarom wil ik het er nu over hebben? Omdat de Raadkamer van Mechelen heeft beslist dat de Pauw nu voor de rechter moet komen. Ja. Hè? Dat vindt Bart de Pauw zelf heel goed, zegt hij. Ja. Want hij kan nu eindelijk context geven aan de verhalen en zijn beschuldigers sters in de ogen kijken. Stalking en elektronische overlast, dat waren en zijn nog altijd de aantijgingen. Ik wist niet echt dat elektronische overlast bestond. Als ik dat denk, als ik dat hoor, dan denk ik aan zo'n bankcontactsysteem op kerstavond. Maar is het niet gewoon, zeg je, omdat stalking ook online en digitaal is geworden? Ja, ja, dat zeker. Mee veranderd is? Hij wordt beschuldigd van lastigvallen via elektronische media. Ja. Maar ik vind gewoon elektronische overlast een dummy term. Ja, valt er bijvoorbeeld ook bericht te krijgen van boze luisteraars bij? Of is dat iets? Ik denk dat wel, maar dat was geen bedreiging. Okay. Dus dat is ook volgens mij geen elektronische overlast. Oké, mooi. Dus ja, ze bedoelen dus via een telefoon en niet in persoon. Hè? Ja, ja. Maar ik denk dat Bart de Pauw vooral ons eerste voorbeeld was van de cancel culture. In de nasleep van de #MeToo-beweging, onvrijwillig gestart door Harvey Weinstein natuurlijk, begon men mensen te cancelen. Dus te schrappen uit het bestaan op basis van hun gedrag of van beschuldigingen van hun gedrag. Maar dat eerste Belgische voorbeeld was misschien al meteen eigenlijk een voorbeeld op zijn Belgisch, had ik de indruk. Ze van willen maar niet kunnen en de Belgen proberen het ook eens, maar ze slagen de bal volledig mis. En daar wou ik het gewoon even met jullie over hebben. Want eerst en vooral moeten we zeggen dat wij met z'n drieën echt van niks weten. Wij waren daar niet bij. Hè? Dus als we nu beginnen erover te discussiëren, is het allemaal gebaseerd op anticipatie. Ja. Er zijn 2 opties. Oftewel is Bert de Pauw oprecht een wolf in schaapsvacht en heeft hij vrouwen in zijn omgeving echt lastiggevallen, echt bang gemaakt, ook met herhaaldelijke, vunzige dingen sturen en voorbij hun voordeur rijden en zo. Oftewel is Bert de Pauw gewoon eigenlijk een iets extremer voorbeeld van gedrag binnen de entertainmentwereld. Ik vroeg me af of dat gelooft dat er zoiets bestaat als een televisie- en theatersfeer die dat anders is dan een gewone werksfeer, waarbij dat er andere verwachtingen heersen. Wat vinden jullie daarvan? 100%. Absoluut. Ja, 100%. Sure. Ook al verhalen over gehoord. Mensen die dansen bij instellingen of zo via Jan Fabre. Begin daar nog niet over Jan Fabre. Nee, maar dat is gewoon direct extreem, hè? Ja, maar dat is ook gewoon een regel van, ja, er zit dan nudity in en als je dat er niet wilt bijpakken, blijft daar dan weg. En natuurlijk is dan de kanttekening, ja, maar ja, Jan Fabre in dat milieu blijft daar dan weg, dat is niet echt een optie, want dan is uw werkopportuniteit is dan wel behoorlijk geslonken. Als lichaamsartiest kunnen daar niet veel kenten op hier. Nee, dus ja, er heerst wel zo'n sfeer van, er kan wat meer, en je moet als vrouw dan vaak, misschien ook als man, maar wat meer verdragen. Die sfeer heerst wel, ja. Ja, ja, ja. Okay, maar ik denk dat wat jij zegt al redelijk expliciet is. Dus dat je zegt van, er moet al echt naakt worden gegaan en het is voor die artiest en zo. Maar ik denk, ik heb absoluut al wel ervaren dat er
losser met elkaar wordt omgegaan en dat er losser soort opmerkingen worden gemaakt in de wereld van de fictie. En ik heb zelfs nog maar amper iets van die wereld gezien. Mm-hmm. Dus dat gaat natuurlijk niet over volgen tot thuis en alles, maar dat is natuurlijk grensoverschrijdend, punt. Ja. Maar ik heb wel... Allee, in die paar keer dat ik al in een zaal en zo dingen, dat is gewoon hoe dat die acteurs en alles met elkaar omgaan, is veel losser in zo echt wel zo op het randje opmerkingen die daar in een andere sector, denk ik, sneller aan de schandpaal gaan. Dus ik vind 100, dat een beetje een moeilijke. Goh, ja, ik heb ook even kort stage gedaan bij het productiehuis, ja? Hier in Vlaanderen. En dat je merkte daar toch ook wel dat er een heel harde onderscheid bestond tussen de wereld op de planken en de wereld ernaast. En dat de wereld ernaast wel echt... heel los was. Onprofessioneel los eigenlijk. Ja, sure. Dat er echt wel diep kon worden gegaan door sommige van de mensen dat daar in die wereld zaten. Niet iedereen. Nee, zeker niet iedereen. Zich. Het waren voornamelijk, naar mijn ervaring, de oudere mensen dat erin zaten. Okay. Dat al precies gewoon meer je m'en fous zeiden en deden wat ze wouden. Ja. En de jongere garde dat eigenlijk heel sociaal was en heel goed om kon met elkaar en grenzen kende. Oké. Okay. En ja. Bij die oudere garde echt niet was. De grenzen kennen dan hoofdzakelijk. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de context waarin we over Bert de Pauw ook, denk ik, moeten praten. Want de vraag is een beetje... Ik vind het storend hoe hard dat je gewoon is geschrapt zonder dat er tastbare bewijzen zijn geweest. Natuurlijk, wij zijn maar publiek, dus wij kunnen niet per se hopen op dat wij direct het fijne van de situatie weten. Maar mijn grootste vraag blijft gewoon, heeft de VRT gewoon paniekerig en prematuur gezegd van kom aboard... wij willen iedereen zijn vriend zijn met deze zaak, willen we niks te maken hebben, of waren er echt bewijsstukken die daar zo fel over de schreef waren dat de VRT niet anders kon, want bepaalde acteurs, Hilde van Miegen bijvoorbeeld, die zegt wel on the record en heeft gezegd van ik ken een paar van die zijn slachtoffers, die mensen hebben nu echt schrik voor waar het er allemaal gaat komen. Dus dat is allemaal de vraag. Ik wil die haar mening niet afdoen als dat zever. Dat gaat nu hopelijk van naar boven komen. Ja, maar dat weet ik dus niet. Want ik vraag het mij gewoon echt... Als het een rechtszaak wordt, moeten er bewijzen op tafel komen. Hè? En dat is er geen case. Dus, maar kan het zijn dat iedereen gelijk heeft? Dat Bert de Pauw gewoon niet door had hoe dat was, maar dat die meisjes wel echt bang zijn. Ja, maar dan gaat hem er alsnog aanhangen. Maar ik denk dat je daar te slim voor is. Ik denk niet dat je iemand zo fel kunt intimideren zonder dat je daar als een intelligente mens zicht op hebt. Lijkt mij niet. Was dat in de VS ook niet... Ik ga niet zeggen dat hetzelfde was, maar iets gelijkaardig met die Louis C.K. Louis C.K. was inderdaad ook... Die ook naïef, heel hard gecanceld werd, maar uiteindelijk, wat hij had gedaan, wel niet... kon niet echt door de beugel, maar het was ook niet dat soort reactie waardig. Inderdaad. En ik denk dat hier ook iets zo gelijkaardig gaat zijn. Gedrag dat net over de schreef gaat, waarvan dat je begrijpt dat mensen hun eigen er slecht van voelen, maar dat je het ook misschien ergens met een korrel zout genomen moet worden. Maar dat is heel moeilijk, hè? Ja, maar dat gaat over hoe dat die zich voelen, die mensen. Er wel objectief oordeel over geweld moeten worden nu. Inderdaad. Dus ik vind dat heel interessant, want voor mij gaat dat echt over interpretatie van dat soort gedrag, want... Ik vond gewoon dat wij al direct in België een moeilijk geval hadden. Ja. Een geval van... Ja, maar we zijn wel losser en zo. Ten opzichte van echt van die Harvey Weinstein of van die... Shoopity Boopa Woopa, hoe heet hem daar? Fat Albert. Hey! Bill Cosby, ja, hè? Ja. Dat zijn allemaal van die echt zwart op wit cases. En dat was gewoon met Bert de Pauw niet. Dus ik vind dat was mijn puntje die je gaat. Dus ik weet niet of dat voor binnenkort is... Dat hij naar de rechtbank moet, maar het is beslist recent. Maar het is dus al wel 3 jaar, dus ik vind dat zo... Ondertussen is hij al wel terug bezig, weet ik. Die is zowel... Die koeketroef en zo, ik denk dat hij daar wel... Ja. Die schrift en zo terug. Maar, ja... Als dat allemaal niet bewezen is, vind ik dat heel moeilijk om iemand echt aan de kant te zetten. Maar dat blijft natuurlijk het moeilijkste. En dat is ook al wel gebeurd. Dus nu wordt de vraag of dat terecht was geweest of niet. Dat is ook een van de grote pijnpunten van heel dat MeToo-verhaal. Er wordt iemand aan een schandpaal genageld. En daarmee is eigenlijk precies voor heel veel mensen de kous af. Nee, er begint het eigenlijk maar pas. Dan moet er worden uitgezocht hoe dat juist zit. Maar ja, in gelijk die geval met Bart de Pauw moest dat precies niet. En dan is het nu na 3 jaar na datum pas eigenlijk zien hoe dat de vork in de steel zit. Yep, klopt. Ja, we gaan zien, want is het niet... 25 minuten. Oké. Is het niet worst case scenario gevangenisstraf?
Goh, dat denk ik niet dat er ooit had ingezeten. Ja, het wordt nu wel een rechtszaak. Nee, dus, die neemt ook, of allee, een strafblad op zijn minst. Ja, maar dat is altijd van in het begin gezegd, er is nooit iets van fysisch contact geweest. Of zo, fysisch contact of toch want fysische overlast. De slachtoffer en zo wou er ook geen rechtszaak van maken. Hè? Dus, inderdaad, dus, dat heb ik ook gehoord. Maar dan, ja, dan... Wat zijn die getuigenissen dan van? Ja. Ze hebben echt schrik en zo. Moeilijk. Ik kan het wel mijn interesse volgen. Ja, ik ook. Ja, inderdaad. All right. Nee, Bart, yes. Voor u. Ik heb de indruk dat jij ook op iets pikant zit te broeden. Zeker. Beste Peter, Stan en Sean, ik ben een Nigeriaanse prins en ik wil u vragen om voor mij iets te doen. Nee, ik kan niet zo beginnen. Maar ja, te laat, ik ben eigenlijk al begonnen, dus ik kan even goed voortdoen. Want wie die drie namen namelijk hoort, die weet ongetwijfeld dat ik het ga hebben over de blote BV's. Ja. Moest Willy van der Steen wat stouter zijn geweest, dan zouden ze met zo'n naam recht uit een Suske en Wiske strip kunnen komen wandelen. De drie heren, Peter van de Veirestan, van Samang en Sean Dont, die domineren al enkele dagen het nieuws met hun gelekte naaktfoto's. Die ze heel goedgelovig gestuurd hebben naar een beruchte Evelyn, die stapsgewijs hun vertrouwen won om zo aan te gaan lopen met een stel bekende jonge heren in haar bezit. Een fluitje van een cent, zo bleek, al werd het al snel duidelijk dat het om geen fluitjes, maar eerder behoorlijke fluiten ging, voor heel Vlaanderen te kijk gezet. Real dat gezien? Ja. Oh, ik snap dat niet. Ik heb het niet gevraagd, want ik heb het doorgestuurd gekregen. Ja, maar ik ook, maar dat is toch allemaal flu dan, totdat je dat openklikt? Je ziet toch wel dat dat is? Ik wist echt niet waarover allemaal dat gewoon het weggeklikt. Ik heb het geopend gewoon, omdat ik echt niet wist waarover dat ging. Wil jij pieten houden? Nee. Klikt het dan niet open? Dat is een les dat ik heb geleerd. Maar... The hard way. Sorry dat ik je onderbrek heb, Bert, maar ik vroeg het mij omdat je de Arendt altijd van die kutgrimassen zegt trekken. Oh, een kleine Piet, ik weet het nog zo niet. Fuck me. Nee, Bert. Bert. Yes. Mijn goede vriend en voormalig doodsbedreiger Dennis Burkas, a.k.a. Dennis Blackmagic, die denkt zelfs te weten wie dat die mysterieuze Evelyn is. Het zou dan niemand minder zijn dan Evelyn Delay, een bekende Italiaanse pornoster met wel 78.000 volgers op Instagram. Maar de drie waarom heren... Waarom zou die haar naam zelf gebruiken? Wellicht? Waarom zou die... Allee, sorry Dennis, ik weet dat je daar niet goed tegen kunt, maar ik heb wel kritiek op uw punt dat je hier maakt. Waarom zou die Evelyn gebruiken als... Inderdaad. Nog... Zeg dan Bert. Maar nee, allee, ja. Nee, Bertha of zo. Ja, ook niet sexy, vrouw. Maar... dat weet hem dan wel, maar ons weet hem niet wonen. Ja. Gary. Bam. Ja, dus nee. Iemand heeft de situatie wat gemanipuleerd. En onze drie BV's, onder andere, want er zijn er nog, hebben dan de foto's in goed vertrouwen in de privésfeer gemaakt. En die zijn allemaal gelekt. Maar dat was dus niet in een groepje samen of nee, zo? Nee, dat was eerst het verhaal en dat is eigenlijk niet waar. Nee. Zij hebben het allemaal apart naar dezelfde persoon raar. Allee, gestuurd. Naar dezelfde man. Ja, want, tot ons heel eerlijk. Die dan die foto's heeft gelekt, waarschijnlijk... chantage of zo geprobeerd, ik weet het niet, maar alleszins, er was geen groep waar ze zaten te delen of zo, maar oké. Okay. Er zijn her en der al heel veel, of heel duchtig zijn er grapjes gemaakt over die hele kwestie. En de slachtoffers hebben ook al duidelijk aangegeven dat ze hier enorm van afzien, ook voor hun vrienden, hun partners en hun kinderen zijn het geen gemakkelijke tijden. Dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om aan de hand van nog één stijlvol grapje komaf te maken met die hele blote BV-kwesties. En ik heb mij dan ook gericht tot de hoge kunst van het geschreven woord. Je gaat thuis zitten plannen, ik ga één geslaagd grapje maken, ja. Want ik denk dat dat een kunst is dat elke stand-up comedian graag wilt hebben. Voilà. Love it. Sean Dont, Stan van Samang, Peter van de Veire. Als je al die letters samen neemt, kunnen we een beetje gepuzzel... volgend anagram tevoorschijn toveren. Ik ben er best trots op. Ster, avond, samenstaand, harde pieten vangen. Echt? Echt. Nou, love it. Klopt als een bus. Dus toch even pitchen af. Ja, is er sterk, Bert. Ik ken er ook anagram. Nog van maken. Com, maar... hard staande pieten vangen. Dat ken ook nog. Is het echt? Ah ja, harde of staand. Ik kan ook nog hard en staande zijn. Ja, maar dan niet die ster en zo er ook nog bij. Jawel, ster, ja. Avond, samen, hard, staande pieten vangen. Dat kan ook nog. Dat zijn echt opties. Samen, er kan ook nog hard. Traan gemaakt worden en zo, dus er zit wel wat doe in. Doe even traan, ja. Ja, maar nee, dan ben ik... Peter, traan, snel. Hoerenneuken.
Ik vond Ster ook leuk om mee te starten. Ja, nee, nee. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van Stan van Samang. En dan zijn die harde pieten eerder de downfall. Voilà, dat was dus mijn nieuws. Hopelijk zijn de heren blij met de anagram en kan het hiermee afgesloten worden. Maar ik vond het te mooi om te laten liggen. Is dat ook in een haiku kan worden gegoten? Bijna, het is geen haiku. Als ik het omdraai, ster, avond, harde pieten vangen, samenstaand, is het niet 5-7-5, maar 4-6-4. Ook graaf, hè? Maar ook niet slecht, hè? Kun je dan eens traag? Ik zal er zo een Japans muziekje onder zetten. Ster, avond, harde pieten vangen, samen staand. Oké, sure. Dan is het 3-6-3, denk ik. Ja, maar het is gewoon. Ik vind voilà. Het wel mooi. We zijn mee. We zijn mee. Dan. Nee, Bart, bedankt alvast voor die bijdrage. En als er nog mensen zijn die betere anagrammen kunnen verzinnen... Stuur het naar ons. We lezen het altijd vol graag. Altijd doormailen naar dennis.burkas@gmail.com. Mijn vraag af van mij scheiden. Ik weet niet of dat deze aflevering... hij ging naar mij komen, dus moet je zorgen maken. Maar jongens, ik ga voor de rest... Ik kan eerlijk zijn, ik heb nogal wat moeite met verteren van zoveel rauw en bloot vlees. Hebben jullie er ook last van? Niet zoveel last van... Nee. Ja, ik denk dat het tijd wordt voor een goede plons. Ditmaal eentje uit de Wedstraat, maar helaas iets minder muzikaal. Eerst moeten we nog een drol tevoorschijn... Deze gaat van eerst een leien dekje. Nog een drol tevoorschijn toveren, mm-hmm. Na een woordje van onze sponsor. Vaginas pita, ja. 15 rokjes 30 voor de shawarma, ja. Of voor de bakje frietjes daarbij. Of die extra broodje. Ja, Janice Pita. Wat? When Janice. Oh yeah. I want a Janice with you. When Janice. I want a Janice with you, baby. And yeah. I hope you like Janice too. Heel lekker eten. Niet geopend op dinsdag. Niet echt gesponsord door Janice Pita. Oxfam presenteert het Oxfam Wereldalbum 2020. Fuck Theo Franken. Theo. Oxfam presenteert het Oxfam Wereldalbum 2020. Fuck Theo Franken. Theo Franken editie. Je bent een zak, Theo Franken. Geniet uren van prachtige muziek over Theo Franken. Geschreven en uitgevoerd door artiesten over de hele wereld. Deelt alleen maar selfies op uw Twitter voor het plezier. Probleem is Theo Franken, krukket en stil tot hier. Betoverende, ik moet kotsen van zijn vleesklak. En wie kan de klassieker uit Senegal vergeten? Theo ga weg. Theo ga weg. Het Oxfam Wereldalbum 2020. Theo Frank editie. Nu bij de platenboer. Drol van de week. In de drol pikken we er iemand, een groep mensen of een concept uit die naar onze mening in een toilet mogen belanden. En deze week is dat Nick. Nick, vertel eens. Ah ja. Mijn drol van deze week is een drol van goud. Een koning van een drol. Een stuk kak dat enkel mag geveegd worden met het meest verfijnde satijn. De drol is kaal en slechts 1,70 meter groot, maar kan toch worden gerekend onder de grootste klootzakken die ooit hebben bestaan. De man die als eerste sterveling 200 miljard dollar waard is. Jeff Bezos, de man achter Amazon. Nu, geld hebben maakt de mens geen drol. Daar zijn we hier bij Op de Pot alleszins niet van overtuigd. Jeff, zijn grootste fout is niet dat hij zo snel de rijkste mens op aarde werd. Maar Jeff Bezos is wel degelijk een kaal stuk kak in kostuum. In de opkomende Black Lives Matter-sfeer was Amazon namelijk mee van de snelste om op al zijn websites de slogan te posten. Black Lives Matter. Dat doet deugd, zeker voor de 875.000 werknemers van Amazon, waarvan uiteraard een disproportioneel groot stuk armoedige Black Lives zijn. Hun leven is kostbaar, zegt de slogan. De oplettende luisteraar begrijpt nu al de ironie van de situatie, aangezien de uitputtingscultuur in e-commerce bedrijven een gekend probleem is. Amazon heeft ook daar het grootste aandeel in. En toch slaagde stinkdrol Jeff erin om een hele hoop Black Lives nog aanzienlijk harder te verzieken.
Zo kocht hij recent een leger AI en machine learning experten om zijn distributiecentra te beveiligen. Beveiligen tegen gevaarlijke elementen zoals arbeidersrechten en vakbonden natuurlijk. Zo detecteren honderden camera's waar de arbeiders zich verzamelen, inclusief infraroodbeelden voor samenscholingen. Uiteraard kon Jeff deze maatregelen onder dringende coronamaatregelen afschrijven. Ook staan er bodycams gericht op de handen van elke werknemer, zodat elke fout onmiddellijk door AI kan worden opgespoord en bestraft. Ontslag is onmiddellijk en gebeurt vaak uitsluitend door de AI, zonder menselijk oordeel. De incriminerende beelden van de gepakte medewerkers worden op grote schermen afgespeeld. Zo blijft iedereen wakker. Maar Black Lives Matter, zeker als we denken aan de levensgevaarlijke omstandigheden waarin moet worden gewerkt bij Amazon. Dag in, dag uit, verschrikkelijk hard werken met een camera op uw gezicht en handen. Jeff Bezos wordt vaak genoemd als revolutionair door andere bedrijven die door hem geteste praktijken graag overnemen. Personeel dat geen enkele fout kan maken en dat niet met elkaar mag praten over de verschrikkelijke omstandigheden. Dat is tenslotte goed voor de portemonnee. En aangezien Amazon al het leven uit de stervende lokale verkoopsector zuigt, is er amper nog een concurrent over waar de diep ongelukkige werknemers naartoe kunnen, mochten ze zelf ontslag nemen. Ondanks het feit dat het aantal zelfmoorden op en buiten de werkvloer veel hoger ligt dan gemiddeld, worden in Jeff's bedrijven wel heel veel centjes verdiend. Door het personeel als vee te optimaliseren en doordat corona en de CARES Act zorgden voor hallucinante verkoopcijfers binnen de e-commerce sector. Bedenk u dan ook even de volgende zin. Als Jeff Bezos aan elk van zijn 900.000 werkkrachten een bonus zou geven van $106.000, dan had hij evenveel over als bij de start van de crisis in maart. En dat maakt van Jeff Bezos de grootste drol die ik mij kon inbeelden. Daarom hebben mijn vrouw en ik hem alvast op een gepaste manier gestraft. Zo kocht ik gisteren nog enkele SSD-kaarten op Amazon en nam mijn vrouw, om hem eens goed in het zak te zetten, een jaarabonnement op Audible.com, een van zijn bedrijven. Maar het was met tegenzin. Dat zal hem leren. Wauw. Strikwerk. Ja. Is toch een stukje kak, of niet? Dat zal wel zijn. Is allemaal echt, hè? Ja. Ja, dat is wel schrijnend. Dat zijn echt gewoon... Ja. Ja, het is niet de eerste keer dat ik anti-e-commerce praat verkoop. Dus... Nee, zeker niet, zeker niet. Maar deze keer was ik het. Ja, en ik ben al... Nee, ja, kijk. Toch doen we het, hè? Toch doen we het. Want zo zijn we. Ja. Klopt. Black Lives Matter en mannen, toch? Hè? Ja, absoluut. Ik denk al de meest ironische beweging... dat ik al heb gezien. Goed, Jeff Bezos, iemand die al jaren op ons zit te kijken, dus ik ben blij dat we eens een keer de rollen mogen omdraaien. Maar zeker nu volgt wel de hamvraag, jongens. Als je een drol dropt in een bos, hoort je dan de plons? Bij de plons pikken we er altijd een onderwerp uit dat ons in het oog is gesprongen en waar we een iets bredere kijk en of commentaar op willen geven. Bart, jawel. Uw ogen stralen vol spanning. Waar gaan we deze week naar kijken? Ik denk dat het in airco is. Denk ik ook. Ja, er komt misschien een coalitie. Avanti of Vivaldi. Maar ik vraag me af, is dat nu een democratie of niet? En ik heb me daarvoor gebaseerd op een opiniestuk van een zekere Tony van de Kalseide, die voor VRT Nu iets heeft geschreven, waar ik een paar stukjes uit pik en daar mijn ondeskundige commentaar bij plaats. Dat klinkt als op de pot. Ja. Voilà, perfect. Hè? Mannen die niet weten waar we het hebben, gaan het eens goed zeggen tegen goed mensen zeggen. Die naar het schijnt wel zouden weten waar ze het over hebben. Naar het schijnt. Voilà. Als de Vivaldi-coalitie met paar schone CD&V als dat een werkelijkheid zou worden, dat is een coalitie die nu op punt staat gevormd te worden, dan heeft die geen meerderheid aan Vlaamse kant. Iedereen die al eens meer dan 10 seconden een radio heeft opgezet de afgelopen weken, die weet dat dat een item is. Is dat geen Theo Franken aan het kakelen is? Want ik zie precies een patroon. Klopt. Ja. En een door Franstalig gedomineerde regeringscoalitie die geen weerspiegeling zou zijn van de verkiezingsresultaten in Vlaanderen, dat krijg je dan wel. Ja.
De vraag is nu, is dat democratisch, ja of nee? Het eerste waar het mij al goed had, was dat hij een opmerking maakte die men wettelijk gezien is de eis van een meerderheid in elke taalgroep nergens op gebaseerd. Ja, got me. Klopt, stem dat we met meer Vlamingen zijn, dat wij procentueel ook meer vertegenwoordigd moeten zijn in de regering. We zitten nog altijd in één land, voilà. Okay, mannen. Ja. Het zijn geen twee landen, hè? Nee, het dus... gaat over 51% van de Belgen moet vertegenwoordigd zijn, niet per se... dat er van die 51% nog eens 26% Vlamingen moeten zijn. Nee. Dus ja, klopt. Maar dan komt er wel een andere, of komen er wel een paar andere items aan. Onder andere Bart De Wever, die in plaats van zijn war on drugs loopt te klagen dat het ongezien zou zijn dat er in een democratie de twee grootste partijen aan de kant geschoven worden. Want zowel N-VA als Vlaams Belang waren de twee grootste partijen in Vlaanderen en ook in België. PS had nog altijd minder, de derde partij. En dan zie ik wel, oké, akkoord. Hè. Ik snap, als je zegt, je hebt een partij met 16% en 12% van de stemmen, als die niet in uw eindregering zitten, en die wordt dan allebei geregeerd... Niet, ja. Allebei niet. Ja, en die worden dan geregeerd door allemaal partijtjes van 9 tot 6% samen, klopt dat niet helemaal. Het oogt raar. Ja, vind ik dat principe van, of het begrip meerderheid van het volk hier wat fout wordt toegepast. Want als je die gedachtegang doortrekt, stel je partij A... en die haalt 49% van de stemmen. Ja. En partijen B tot en met Z gaan met hun 25 samen regeren om aan die 51% te geraken, kun je niet zeggen dat dat democratisch is. Absoluut niet. Absoluut niet. Het is niet omdat ik heb gestemd voor een partij met 9% en omdat die in de regering zit, dat ik volledig vertegenwoordigd ben. Nee, maar die moeten ook allemaal compromis maken. Ik weet niet in welke mate dat je eerst een betoog wou doen. Maar het ding is ook wel, in ons land, plus wereldwijd, is de polarisatie zo intens aan het worden, dat eigenlijk iedereen dat niet op die twee partijen heeft gestemd, resoluut ook anti die twee partijen is. Ik denk dat dat in de praktijk wel ongeveer het geval is in ons land. Misschien een aantal VLD'ers niet, maar daar blijft het bij, hoor. Want ik denk dat voor de rest mensen die daar ook maar half met hun hart bij N-VA of Vlaams Belang liggen, dat die daarop stemmen. Ja. Dus ik denk gewoon dat gewoon een factor is, want ik snap helemaal wat je zegt en ik ben het daar ook mee eens. Maar ik denk dat de mensen die daar nu vertegenwoordigd worden, dus eigenlijk heel de bevolking die daar nu gaan stemmen is en die daar nu vertegenwoordigd wordt door die Vivaldi-regering, zogezegd, of de potentiële Vivaldi-regering, dan, ja, die zijn... Die hebben met z'n allen wel de mentaliteit niet Vlaams Belang en in mindere mate niet N-VA. Ja, maar dan denk ik anderzijds nu, als CD&V begint te spekken over de abortuswet, daar elke Groen en SPA en CD&V en wat nog stemmer, dat daar dan toch niet mee akkoord is. Natuurlijk. Dus het is sowieso, dat is logisch, maar het is moeilijk om te zeggen... CD&V gaat nu gewoon weer de rechterkant uithangen, zodat ze daar weer... Allee, maar over die partij ben ik sowieso niet... Dat zijn ook de... Eigenlijk zijn dat tjeven, vind ik. Dat is de doodsreutel van een partij die dat ook niet meer lang gaat trekken in de huidige vorm dat ze nu zitten. Ze dan toch weer in discussie... ze zitten er toch wel weer al bij. Ze zitten er weer al bij, maar de volgende verkiezingen gaat weer al een pak minder zijn. Ze geloof mij, die partij die is niet meer zoveel waard. En je moet ook de death throes en het luide gereutel niet voor meer aanhoren dan wat het eigenlijk is. Ja. Maar je hebt dus... wel een beetje een gevoel dat er iets mis is als er de twee grootste partijen worden uitgelaten. Zelfs maar vooral... op geen van die twee partijen gestemd, vind ik wel, hier klopt iets niet volgens de logica van het principe democratie. Vooral omdat in ons land ook die ene kant, alleen in Vlaanderen zijn die wel waanzinnig oververtegenwoordigd. Hè? Ja. Daar kun je geen optelsommetje maken van als we met z'n allen samen liggen komen. Nee. In Vlaanderen is dat echt... cruciaal, die twee partijen. Ja, en Vlaanderen wil er vanaf. Ja, en al de rest zit eigenlijk zich in bochten te wringen om die grote brok eruit te halen. Dus, maar ik vind dat gewoon een extra factor, gewoon omdat wij ook nog eens met twee deelstaten zitten die daar helemaal niet bij elkaar passen wat betreft wat ze willen. Vlaanderen heeft nooit zo rechts gestemd en Wallonië is die willen juist echt van elkaar... Vlaanderen wil daar echt ook van weg. Het gaat over het separatistische aspect. Ja. In Wallonië wil dat absoluut niet. Dus dat is gewoon, dat maakt dat extra moeilijk. Als er nu twee partijen waren die dat ook niet per se nationalistisch en niet per se separatistisch waren, dan was dat nog een minder groot wrang gevoel. Mm-hmm. Maar nu is dat echt... En die worden nu nog eens
in hun ogen dan nog eens extra opgesloten in een concept dat zij toch al niet vonden werken, want dat is een deel van die hun partijconcept. Dus dat is gewoon, dat maakt het heel ironisch allemaal, maar ja, kijk. Ja, ze gaan er ook gewoon heel hard op inzetten nu, op het feit dat het niet werkt. En het gaat de volgende verkiezing, gaat de alleen maar stijgende resultaten zien voor die partijen. Ook al doen die, de Vivaldi-coalitie nu keihard zijn best. Geen als ze enkel aan het doen zijn, die zijn eigen harder in hun voet schieten. Ja, zeker wel. N-VA is ook nu supergelukkig, volgens mij, weer al, hè. Dat is gelijk dat vorige keer de PS supergelukkig was dat ze niet bij de regering hoorden en zo doen van hey, wij willen graag bij de regering. Nee, je wil het helemaal niet, want je zegt gewoon al aan het inzetten op de volgende verkiezing. En dat is gewoon nu... Daarom dat ons land ook nergens naartoe gaat. Hè. Er wordt eigenlijk elke keer al gekeken naar de volgende verkiezing. Allee, dat is niet per se in ons land alleen. Ja, dat is inderdaad, dat is wat korter dan bocht, want dat op veel plaatsen wel zo, maar ja. In deze geval toch, wat betreft de communautaire agenda... Ja. Is het echt inzetten op dan, in dit geval 2024? Want daar zijn we nu al mee bezig. Hè? Ja, maar dat is dan altijd wel erg van, ja, goed, even 4 jaar wegschuiven op naar het volgende. Dat is, zeker in crisistijd, hè, want het is toch wel weer al niet de momenten. Maar je merkt dus hè, dat probleem, en het artikel dat ik heb gelezen, ging dan eigenlijk over, was een opiniestuk, en die was eigenlijk een standpunt aan het maken, of wat verduidelijken, dat eigenlijk helemaal niet ondemocratisch is, die Vivaldi-coalitie. Zo, wiskundig niet, hè, Bert? Maar... Nee, wiskundig niet, maar dan ben ik toch wel even erop ingegaan. Mm-hmm. Hey, want er is bijvoorbeeld, hey, die Vivaldi-coalitie zou 48% van de Vlaamse stemmen vertegenwoordigen, allemaal samen. Mm-hmm. En dan gaat het over 42 van de 89 zetels. En dan, quote ik, die journalist die dan zegt... Die veelbesproken Vlaamse minderheid blijkt dus bij nader inzien op een haar na een meerderheid te zijn. Dat vind ik echt walgelijke woordverdraaiingen. Dat is niet bijna een meerderheid, hè. Dat is bekend misschien... Nee, maar die zegt, het is op een haar na een meerderheid. Sure. Dat is gewoon om dat woordje meerderheid erin kunnen te smijten, maar daar kijk ik niet goed tegen. Hè. Een op een haar na niet gescalpeerde mens is nog altijd een gescalpeerde mens. Als je op een haar na gelijk hebt, is het nog steeds ongelijk. En 2 op 2 is niet op een haar na 3, het is nog altijd 4. Dus zo kun je, dat vind ik heel dwaas en daar erg ik mij in als mensen zo'n dingen proberen te schrijven. Dat is een beetje gelijk Trump die non-zinnen maakt om dan toch altijd met een slagwoord te kunnen eindigen. Ja. Okay, dus dat vond ik hier heel storend. Wat is de ideologie van de schrijver? Vanuit welk perspectief is geschreven? Dat het niet eerlijk is. Van zichzelf, op een stuk, die zegt dat Vivaldi wel... Dat is helemaal niet ondemocratisch zoals het wordt afgeschreven. Ja. En dan het laatste wat hem zegt, wat mij stoorde, was de zin... Bovendien heeft een Vivaldi-coalitie in elke Vlaamse provincie een meerderheid, behalve in Antwerpen. Ja. Oké, dat is waar. Maar dat kan waar zijn. Mm-hmm. Maar je kan nakijken, dan laat hem wel even de meest en dichtbevolkste... provincie van Vlaanderen eruit, want 39% van alle Vlamingen wonen in de provincie Antwerpen. 39%? Van alle Vlamingen. Dus dan kun je niet zeggen, iedereen, er is overal een meerderheid, behalve in dat stukje waar 40% zit. Ja. Maar ook wel, je moet ook wel weten, Antwerpenaars, dat zijn ook wel zwarte blokkers. Hè? Maar dat is toch weer geen uitleg. Ja. Als je zegt, heel Azië is akkoord met mijn voorstel, behalve China, dan is Azië niet akkoord met je voorstel. Behalve China en India. Die vinden dat heel lastig. Want China, ik heb vergeleken, telt... Uiteraard, impactgewijs is iets heel anders. Hè? China heeft een grotere impact op Azië dan provincie Antwerpen op Vlaanderen. Sure. Maar China telt 31% van alle inwoners in Azië. Dus de provincie Antwerpen is qua populatie een grotere blok van Vlaanderen dan China van Azië. Maar dat is niet eerlijk, niet zeggen, India Azië doet mee, behalve China. Dan zeg je niet, Azië doet mee. Dus zeg dan ook niet, er is in de Vlaamse provincies is er een meerderheid, behalve in Antwerpen. Nee, oké. Dat is dus absoluut waar. Dat was zo, ik vond dat die mensen eigenlijk in ambetante bochten wrong om toch maar te kunnen zeggen... Dat allemaal niet zo'n probleem is. Fucking linkse rat. Ja, inderdaad, schijt linkse. Kom, al die Europese en die Belgische vlag hier maar weg in de studio. Voilà. Er moet er nog maar één over schieten. Nee, ik heb op geen van de twee partijen, N-VA en Vlaanderen, gestemd. Maar dan vind ik nog altijd wel dat die er niet zomaar uit mogen gelaten worden. Ik vind dat er een probleem is met de huidige manier van aanpak. Ik kan die niet democratisch noemen. Oké, maar... Dan ga ik daar wel tegenover zetten dat er volgens mij wel heel veel pogingen zijn geweest om alles te verzoenen.
en dat er partijen bij waren, zoals... Bart de Wever had 200 dagen gekregen of zoiets. Ja. Die dat echt wel gewoon resoluut zeggen, ja, hier doen wij niet aan mee. Ja, maar komt er mee een compromis af? Gaan we niet doen. Wij gaan er gewoon niet aan meedoen. En als je als zo'n hardliner gaat opstellen, heel die onderhandelingen lang, en dan toch de slachtofferrol gaat kiezen daarna, stop het voor mij ook. Ik denk toch echt dat ook die strubbelingen binnen de N-VA zijn wat betreft de richting waarin het die partij nu aan het gaan is. Want ik denk dat Bart de Wever wel heel graag wou. En dat zeg ik nou even shout-out to de buurman, hè? Ja. Barre. Maar ik denk dat hij dat wel wou. En ik denk dat hij, want ik denk dat hij een staatsman is, regeren en constructief meedoen, want die had echt wel een links plan klaar. Hè? Dat was puur, dat was PS-gatlieken volgens deze rechtse achterban. Ja, okay, maar het is de Theo Franken-tak van de kwestie. Ja, maar die gaat wel overblijven, denk ik. Want de meest logische tactiek nu is in de oppositie met Vlaams Belang trekken, en de proberen elke stem die naar Vlaams Belang gaat gaan, dat die niet uit hun eigen dus achterban komt. Dus die gaan zo rechts maar zo rechts. Maar die gaan toch echt een rechtsblok absoluut moeten vormen. Ja. Pun intended, love it. Nee, de N-VA, we gaan nu terug echt een reusachtige scheur naar rechts krijgen van N-VA. Allang bezig trouwens, dus die stomme kutkloot met zijn vleesklakje en zijn tandstenen gaan weer nog veel meer. En het is gelijk dat jij zegt, Arend, al dat geduwtrek met al die andere partijen, de restjes eigenlijk momenteel, dat gaat die partij geen goed doen. Het gaat alleen maar rechtser worden dan het al is. We blijven een kutland hebben, sowieso. Voilà. Ja. Zwart. Jongens. Dat was het. Niks om vrolijk van te worden. Ja, wel. Ik ben vrolijk, man. Ik ga het zo weten in mijn fles allemaal uitleggen. Van al die blote Belgen, blote hoofden en de naakte waarheid over een regeringsvorming. Nice. Die in haar hemd wordt gezet. Hè. Ik dacht dat die blote hoofden al over Theo Franken gingen. Zijn razige vleesklaar. Ja, sorry. Ik nog zoiets om krampen van te krijgen. Dus ik ga nog even blijven zitten. En dat geeft ons weer al een klein beetje tijd om te luisteren naar een lief woordje van onze nog lievere sponsors. Fleet Palace, Fleet Palace. Bij het Fleet Palace in Deurne vind je nog steeds de beste frietjes van Deurne-Zuid. Vraag je hard gebakken, dan zijn ze... Ik sta hard gebakken. Dus vraag je best, goed gebakken. Het Fleet Palace, Vlaamse kost in een charmant oostersausje. In apart potje apart. Schat, ik ben je lasagne kotsbeu. Ik ga naar Gianni's. Zie je het thuis even niet zitten? Kom dan langs bij Gianni's Pita. Krijg jij ook stress van de kookkunst van je vrouw? Bij Gianni's Pita heb je al een deuner kebabschotel met frietjes en één extra broodje voor slechts €15,30. Gianni's Pita, Herentalsebaan 222 in Deurne. Staat beneden jouw valies, verhuis dan dichter naar Gianni's. Niet echt gesponsord door Gianni's Pita. Bij de Flush voorzien we jullie graag van een klein aanradertje en of afrader, en waarmee dat jullie de rest van jullie toiletbezoek of gewoon de week verder kunnen trotseren. Bart, wat heb jij deze week bij? Ik heb voor de eerste keer sinds lange tijd toch nog maar eens een aanrader gekozen. Ik weet, Arend, dat jij al sterk blijft vasthouden aan het concept aan- en afrader. Dat is afgesproken geweest, dus dan gaan we ervoor gaan, jongens. We willen met de Flush meestal een uitzwaai doen, maar ja, een uitzwaai dit keer speciaal voor u, Arend, ook in de vorm van een aanrader. Zie nou hoeveel dat die mens voor u doet. Ja. Zie het dan. Maar op de Bart heb ik geen commentaar. Oh, nee, het is wel waar. Spijt. Het is graag gedaan, trouwens. Dank u. Ik werk terug, dus het schooljaar is terug begonnen, dus ik kan terug beginnen vitten op taal en shit. Hè. Anouna heeft er al van langs gekregen, volledig onterecht, maar toch heb ik die opmerking gemaakt. Belgisch mijn hoofdletter. Dus ik doe dat voortdurend. Hè. En op Radio 1 heb ik een tijdje geleden onze staatssecretaris van Brussel, Pascal Smit, een aantal congruentiefouten horen maken. Zo sprak hij onder meer over wat de meerderheid van de mensen deden in plaats van wat de meerderheid van de mensen doet. En dat kwam een aantal keer terug. Ik dacht, ik kan daarop fitten, want anders doet niemand anders dat. Heel goed, Bert. Dus ik raad hem aan taaladvies.net. Dat is hem. En Anona kan daar ook even ineens op kijken. Hè. Maar die moet vooral zich goed inzetten voor de zaak. Maar voilà, aanrader. Taaladvies, Taaluniversum is ook een goeie. In de VRT taal...
Tal Shit Man. Ook. De VRT Tal Shit Man. Ja, dat heet zo niet, hè, maar dat is wel een goede zin. Ja, je hebt wel wat goede sitejes. Nee, taladvies als, ja, als journalist zelf zijn. Ah, is ze. Dus ik daar ook regelmatig op. Om zo voilà, van die kleine dingetjes dat je denkt... Tuurlijk. Als je even twijfelt, dat zijn zo taladvies, taaluniversum, ja, maar VRT, dat is toch ook al beter dat, zijn ze, dat je eigen in vraag stelt en dat je beseft dat je het niet weet. Voilà. Nee, voilà. En dat je zegt, ik moet het even opzoeken, zodat het godverdomme juist is. Ja. Ah, ja, niks beschamend aan. Ik ben op de radio aan het babbelen, ik wil je niet niks verwijten. Als je 5 of 10 minuten, dat duurde 11 of 10 minuten, denk ik, aan een stuk aan het praten zijn, dan maakt dat wel eens een foutje, maar toch... Ja, het zijn vooral die klootzakken die dat zeggen, we gaan bepaalde nieuwe maatregelen invoeren naar de mensen toe. Fuck you, naar de mensen naar de toe. Naar de mensen toe. Naar de mensen toe, fuck you. Ik wil het maar één keer zeggen. Ah. Naartoe, voor de luisteraars, mag enkel als het over een plaats gaat. Dus ik ga naar het fietsenrek toe. Maar naar de toekomst toe is niet juist. Dat is gewoon, we gaan in de toekomst naar de toekomst doen. Mag we gaan naar de toekomst werken, maar niet naar de toekomst toe gaan we iets zien. Want naartoe is voor een plaats. Naar de kinderen toe. Smeg! Advies. We leren zoveel bijpaars. Ja. Voilà, ik ben begonnen, hè. Je ziet het. Ja, ik zal het opdreven. Nou, kunnen we hier, deze is een slippery slope voor op de pot. Yep. Nee, ik ga even mij er even tussen gooien, het is weer al een korte. Ja, de Nicky heeft een poncho te gaan getrokken, dus we gaan die zo lang mogelijk laten afzien in die deze warmte. Is echt, ja, schrikkelijk warm. Zal hem leren. Ja. Nu dat ik ook van thuis veel werk, zet ik veel muziek op de achtergrond. En ik heb al 2 aanraders gegeven. Ah ja. Bardcore en Vaporwave met Bernie Sanders. En ondertussen ook al Angela Merkel erbij. En een nieuwe stijl waar ik me een klein beetje in heb verdiept of laten verdiepen, is Eurobeat. Ah. Eurobeat. Eurobeat. Daft Punk zijn eerste album is Eurobeat. Ja, dat zou heel goed kunnen. Eurobeat is een heel snel uptempo genre. Dat is moeilijk te omschrijven, buiten hoe dat je het eigenlijk juist hoort. Anders had ik het graag meegepakt, maar ik vrees dat we dan copyright... meldingen krijgen van YouTube. Maar misschien ben ik fout, maar Homework, het album van Daft Punk, ja, met platen gelijk Around the World en Daft Punk en zo, echt gewoon, maar dat heet niet Eurobeat, denk ik. Dus dat ik denk dat ik daar fout in, maar dat heet dan Europop of zoiets. Dat is Europop, ja. Oké, okay, ja, zo. Eurobeat is nog net iets anders genre. Ik weet niet, jij kent het? Nee, ik denk het niet, man. Nou, het beat eens een keer opzetten. Zo. Het is een heel, heel leuk genre waar ze ook veel herwerkingen in steken van moderne nummers. Nummers van de jaren 80, omdat zo wat dat synthesizer-ideetje er zo wat in zit. Okay. Maar gewoon echt eens een keer Eurobeat. Maar is het wat techno-esque? Is het, ja, is het house? Want nee, house is wel... Het is zo techno-electronic, maar heel snel. En snel. Er zit echt een drive in. En het is een genre dat veel wordt gebruikt in zo van die Japanse-achtige videogames voor te racen. En daar voelt je het ook heel hard in. Mm. Initial D is zo'n heel bekende muzikant daarin. Ja. Dus dat zouden de luisteraars graag adviseren. Ja, Initial D bijvoorbeeld. Ja, Initial D, Night of Fire. Dus weet dat zalig om naar te luisteren. Als je op de fiets zit... Dan trapt je wat sneller. Je trapt schoof te spinnen, ja. Wel een afvraag. Tenzij dat je in een halve tijd begint te fietsen en dat je dan trager gaat fietsen. Het hangt er allemaal van aan. Ah. Ik zou het wel niet in een auto opzetten, want dan had je sowieso een paar flitsers achter je. Ah. Maar echt wel heel leuk. Dus, okay. En bij deze kunnen we eindelijk het woord overgeven aan Nick, die dat hier staat te zweten gelijk een rund. Nee, ik heb mijn airco assist op 16 graden gezet. Ja, vrienden, ik heb weer pizza, wel... Poncho, ik heb wel meegemaakt te zeggen bij. Ik ging een poort laten plaatsen. En we moeten al 3 maanden op die poort wachten. En in die tijd is er 2 keer iemand hetzelfde gat komen opmeten. En nu dat ze eergisteren geplaatst moest worden, was die poort 20 centimeter te breed en kon ze niet geplaatst worden. Dus dat wou ik bijvoorbeeld vertellen in de flush in deze week. En ik ging ook een origineel eigenlijk een stukje doen over dat HelloFresh naar boomschors smaakt en uw leven tot een organisatorische hel maakt. Klopt. Zwaar. Maar ook dat was zo wat te negatief. En ik wou zo'n beetje een positief bericht brengen. Dat ga ik dus nu doen. Ik heb direct water nodig, want ik ben echt uitgedroogd. Ik heb al heel de podcast een trui aan, had ik hier geschreven, maar dat is niet het geval, want ik kon het niet. Ik ga die trui aan jullie aanraden. Dat is niet voor nu, want er is zo een Indian summer op het moment. en dus is deze eigenlijk verschrikkelijk, want deze is echt de warmste trui dat er is.
Wordt dat onze nieuwjaarstrui? Dat is echt goed, maar dat moeten ze nu al bestellen. Ja. Dus het heet The Hoodie. En ik kreeg er 900 keer reclame voor op YouTube. Dus heb ik het gekocht en het interesseerde mij. Ah, dat is mij. Dat! Met dat wijf dat zo... Op een zo springt in een grote luchtbal is precies, maar het is een supergrote poncho aan. Dat is, stop met dat een poncho te noemen, dat is een hoodie, maar gewoon... Maar, deze is dus een... De poncho is open helemaal, van dat is het al verschil. Dat is om te draperen over je kop, en dan heb je gewoon alleen maar een gat en geen ding. Okay? Maar dus dat is een 6XL hoodie, dus dat is XXXL trui. En daar heb je best een grote cap, dus dat is flink prettig, en van binnen is dat zo volledig synthetisch schaap. En van buiten heel zacht vlies. En we hebben die gekocht om heel de winter in te prakken. En dat gaat echt lukken, want die is echt wel as advertised. Ik heb dan de versie met de pizzastukjes gekocht voor mij en mijn vrouw. Zodat die er niet direct te ranzig uitziet als we daar pizza mee in de zetel eten. Wat we dan ook direct de eerste avond hebben gedaan. Maar ik was eigenlijk verrast over hoe mooi dat het rood nog is. Eigenlijk. Ik dacht echt, dat die is sowieso ranzig, want die trui ziet er niet uit. Je staat echt recht en je hebt zo'n reusachtige zak aan. Ik denk, voor de luisteraars, mooi bedoelt hem hier niet vuil. Nee, ja, maar die kleur van rood is best nog wel mooi, vind ik. Oké, anyway. Maar dus zweten. Maar dat is dus heel gezellig voor rond een kampvuur, zoals het wat frisser wordt, of s'avonds. En zo wat dommelen in de zetel is echt een draagbaar tekentje. Dus super knus, en ik word daar heel gelukkig van met zo'n shit. Ik denk dat nu niet, want er is een Indische zomer. Ik denk dat er weinig grotere brandgevaren zijn dan dat aan hebben naast een kampvuur. Maar goed. Nee, ja. Dat hoort er gewoon bij, ja, Arend. Ja, maar moet ver genoeg van dat vuur zitten, gelijk altijd, hè, Arend? Ja, maar... Safety first. Maar, misschien binnenkort tijdens een nucleaire winter of zo, ga je dat allemaal afzien. Maar ik heb The Hoodie. Dus dat is The Hoodie, zonder een H, dus gelijk hoodie, maar dan zonder H. En die kost wel... je hebt altijd wel deeltjes, dus dat is zo een kunstmatig duur gehouden product, waar dat ze dan zo constant deeltjes mee doen, zodat het dan een normale prijs heeft. Maar, en je kunt zo twee packs kopen en zo, en dat is altijd 6XL. Dus dat heeft maar één formaat. Ja, en je hebt zo patronen met een honneke erop. Of met lookbrood en shit. Of gewoon egaal blauw. Maar die website, die website is echt zalig, enthousiast, vol van zichzelf. En het werkte bij mij, maar wij zijn ook echt wel super content met die trui. En die zijn heel kwalitatief gemaakt ook, want dat is wel zo een beetje de promise van het product. Dus die hoodie, ik draag dat echt super graag, zoiets. Ja, even een vraag. Je hebt dat gekocht nadat je het hebt gezien, een advertentie op YouTube. Ja, dus dat is een van de... Want ik heb een paar jaar geleden al zo opgeklikt van YouTube, jij mocht mij zo hertargeten als dat je wilt. Ja, want ik krijg heel een tijd reclame voor zo'n goede geluidpakketten en zo. En deze kwam er gewoon... Is er silk samen. Ik ben altijd beginnen skippen, omdat dat zo... Een man die dat weer gemasseerd door twee schapen, daar begon dat reclameje mee zo. Do you like the idea of being massaged by two muscular sheep? skip, naar de video. Maar ik heb op een gegeven moment per ongeluk laten aanstaan omdat ik zo mijn broodje aan het pakken was of zoiets. En die begon over dat er een trui is. En ik ben gewoon beginnen kijken en ik heb die onmiddellijk besteld. Ja, ik heb daar twee dingen voor dat ik wel wil toevoegen. Dat is één. Pak gewoon een fucking adblocker, want dat is echt... Nee. Te kijken. Maar hebben we trui nu niet gehad? Ja, inderdaad. Ik vind het echt super tof. Dan hadden wij er ook geen last van gehad. Dat is wel echt. 0% last. Deze is een flush. Ik mag hier zeggen wat ik wil. Het is hier 16 graden, Nick. Jij mocht zeggen wat jij wilt, maar wij moeten er wel naar zien. En twee, als jij echt gewoon ingaat op elk stuk reclame dat je krijgt, dan vind ik het heel spijtig voor u. Ik vind dat een goede discussie. Anders had ik al 200.000 keer... Hè, afgesproken met single moeders in mijn buurt. Neuken in Brecht. Nee. Ik vind het heel positief dat er een product aan mij wordt aangeraden dat ik heel graag wil. Dus echt zo'n prek hangtrui. Een mooi verhaal wel, ja. Ja, ik wil dat gewoon graag. Het is echt super soft. Ik echt aan het kapot gaan nu. Dus... Kunnen we dat de credits gaan? Jij bent een goede slachtoffer van de maatschappij. Maar goed. Maar volgende week zit ik hier met die trui. Ja, maar dat is echt, hè. Ik bestel er vooral allemaal voor mijn nieuwjaar. Want dan gaan we buiten zitten. Tegen dan is er een vuurman buiten. Oh, enkel en alleen als we daar in het groot op de pot op krijgen. Oh, dat gaat niet met z'n. Dat bedrukken. Dat is... Nee. Dat,
Dat zijn grote woorden. Ik wil dat eerst zien gebeuren. Denk okay. Dat wel kan. Ik zal ze beter naar DOD.com. Los ervan kan ik nu wel in termen van merchandising beginnen denken. Dat is cool. Alright, we zullen afronden, want het is echt wel serieus een toren 7. Yes, dat klopt. Ja, het is tijd om toch stilaan alles af te nijpen op deze aflevering van Op de Pot. En we hopen alvast dat u ervan heeft genoten. En nu, net als ons, alles kan afvegen om de wereld nog even te trotseren. Ik wil hier graag weer al Bart en Nick bedanken voor uw geweldige bijdrage. En stiekem toch ook een klein beetje mezelf voor een wederom spectaculaire aflevering. Wij zijn terug te vinden op elke grote podcastdienst, zoals Spotify, iTunes en Google Podcasts. Zoals altijd, tot op de pot. Tot op de pot. Bye-bye. Nou, niet waar. Schrikkelijk.